Als ik met iemand, in, met iemand in zee ga, is het op basis van wat ik, al heb, wat ik heb gehoord, vond ik al zeker de moeite. En dat uiteindelijk bij iedereen, of het nu over Tom Han gaat, Eerste Dagen, of Isbels of Mabesounds, ze allemaal gelijk, gelijk gewoon een aantal dingen mogen horen, beluisteren, waarvan ik zei van, ik hoor dat het goed is, het is zielmuziek, go ahead. En dan pas krijg ik dikwijls pas de plaat als ze klaar is gewoon. Mits af en toe we hier en daar dingen gehoord hebben. En dan gaan we terug verder praten over, wat ik ook vertelde al, wat gaan we met de plaat doen? Wat kunnen we, denken we te kunnen doen? Staan er singles op voor radio of niet? Moet er misschien een edit komen van een bepaalde song als we het over eens zijn? Dus ook bij mij gewoon, ik verplicht bands echt nooit tot iets gewoon, dus overleg altijd. Van, ik geef mijn visie, mijn mening, maar ik geef ook mee van, wil je niet, uh, dan niet. Uh, en dan blijft natuurlijk daarna, tijdens een release, dan is het dikwijls de eerste weken of maanden na release dat er toch wel dagelijks, wekelijks bijna contact is hoor, uh, om op te daten. Waar staan we Wat gebeurt er? Uh, hoe wordt de plaat ontvangen? Wat kunnen we nog doen? Ook daar, ik stel ook altijd aan bands, ik vind het echt van belang. Artiesten of bands ook zijn natuurlijk in vergelijking met mij nog jonge mensen. Dus ik vraag altijd van hey, denk zelf ook mee. Ga niet alleen denken ik heb een platenlabel nu en die weten het allemaal. Dus ik sta juist open voor ook van bands of artiesten van heb jij ideeën of uh, Breng ze aan gewoon. Er zijn dingen misschien bij die, uh, waar ik zelf niet aan denk.